Minister Abiyamofo op de bres voor EBS-directie met dure auto's. Minister Ori klaagt over de gekte met 32 bonden op zijn ministerie. En Santokki, bij een nieuw schandaal, stapt Dinota Vorswijk zelf op. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 16 mei 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het recht van de EBS-directieleden op auto's verdedigd. Volgens de bewindsman is dit een voorziening die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten van de EBS-directeuren. Abiyamofo zei tijdens de wekelijkse persconferentie dat eerdere directeuren zonder problemen gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Is het nu wel een probleem omdat het om Leo Brunswijk gaat? Vroeg hij retorisch. De minister ontkende dat er recent 100 nieuwe auto's zijn aangeschaft voor de EBS-top. Er zou slechts 1 auto zijn aangekocht in 2022 en 1 in 2012. En foto's van deze auto's zouden ten onrechte in verband zijn gebracht met de recente verhoging van de energietarieven. Volgens Abiyamofo ligt de werkelijke oorzaak van de financiële problemen bij EBS bij de kunstmatig lage energieprijzen die de overheid heeft vastgesteld. Hierdoor kon het nutsbedrijf niet kostendekkend opereren. De kritiek op de auto's volgde op het gedwongen vertrek van vakbondsvoorman Marciano Hellings als EBS-medewerker. Hellings zou foto's van de dure leaseauto's hebben gedeeld, wat de directie als grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren. De Surinaamse minister van Onderwijs, Henri Ori, heeft geklaagd over de grote aantallen vakbonden die actief zijn op zijn ministerie. Volgens de bewindsman zwerven er ongeveer 32 bonden rond, wat leidt tot chaos en bemoeienis met het beleid en management. Je kan niet eens een beleid maken. De gekte moet ophouden, anders krijgen we anarchie in het land, waarschuwde Ori tijdens de wekelijkse persconferentie. En hij vindt dat de bevoegdheden van de bonden worden overschreden. De minister kondigde aan dat het gedrag van de bonden zal worden geëvalueerd. Mogelijk worden er sancties getroffen tegen leerkrachten die deelnemen aan wilde acties die niet van tevoren zijn aangekondigd volgens de afspraken. Ori wil dat de bonden zich niet langer bemoeien met personeelszaken als schorsingen. Acties zouden alleen mogen plaatsvinden na goedkeuring van de ministeriële leiding bij arbeidsconflicten. De kritiek van Ori volgt op aangekondigde stakingsacties in het onderwijsveld. Volgens de wet kan het ministerie mogelijk overgaan tot inhouding van salarissen van stakende leerkrachten of een kort geding aanspannen. Bij het eerstvolgende schandaal gaat ze de eer aan zichzelf houden en zelf bedanken. En dat zei president Santokki in gesprek met Radio ABC over de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinota Vorswijk. De perikelen rond grondzaken hangen als een heet hangijzer boven de regering. Santokki heeft in gesprek met Vorswijk erop gewezen dat het beleid op het ministerie veel schade aanricht aan het land en het imago van de regering. Zaken kunnen zo niet verder gaan. En desondanks heeft Santokki aangegeven geen actie te ondernemen, maar dat de bewindsvrouw bij een nieuw schandaal zelf haar ontslag zal indienen. Vorswijk ligt sinds haar aantreden zwaar onder vuur voor discutabele gronduitgiften en aanvragen. Ook is er sprake van een grote achterstand op het gebied van verlengingen en aanvragen op het ministerie. De president zegt nog verre van tevreden te zijn als het gaat om het afhandelen van stukken. Hij geeft verder aan dat er maatregelen zijn genomen, er is apparatuur aangeschaft en er zijn extra mensen in dienst genomen om de achterstanden in een geautomatiseerd systeem in te voeren. En het systeem moet het eenvoudiger maken om te beoordelen wat de status is van de aanvragen. Momenteel is minister Vorswijk met verlof. En bij haar terugkeer zal de president wederom een onderhoud met de minister hebben. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.